Een hele goede dag, dames en heren. En super leuk dat je kijkt naar een nieuwe One Minute Monday. In deze One Minute Monday ga ik jullie uitleggen hoe jij zo'n super mooie, fancy Instagram story post kan doen. Zoals deze, deze, deze en deze. Je ziet ze bij heel veel influencers tegenwoordig dat ze een hele toffe story createn met allemaal mooie lijnen eromheen en toffe foto's te laten zien. Die wil ik jullie natuurlijk ook niet weerhouden en jullie leren hoe dat nou eigenlijk werkt. Start de klok. Als je hier kijkt, zie je aan de rechterkant zie je een app staan, Unfold heet die. En die moet je eerst downloaden. Hij is volledig gratis, je hoeft er niks voor te betalen. Je gaat naar de app zelf toe, je klikt vervolgens onderaan op een plusje en je geeft een naam aan de story. Test video geef ik nu de naam. Dan create je de story als het ware. Vervolgens ga je naar onderaan drukken met plusje en kies je een bepaalde story die je wil maken, hoe die vormgegeven is. Ik klik bijvoorbeeld op de tweede, die vind ik altijd wel heel erg tof. En je ziet dat je teksten kan toevoegen en je kan een foto toevoegen. Nou, om de foto toe te voegen klik je eigenlijk gewoon op het grijze vlak met het vierkantje en het plusje. En je kiest een foto, bijvoorbeeld een foto die ik toevallig vandaag heb gepost op Instagram. Dan zet je een leuke tekst bij. Ik geef bijvoorbeeld de tekst aan schreeuwen om aandacht. Doe je dat ook wel eens? Als je deze dus wil opslaan, ga je naar rechtsboven en dan komt er te staan page, story en share to Instagram. Maar het makkelijkste is gewoon om dan als page op te slaan. Dus hij slaat die foto als het ware opnieuw op als een mooi kader eromheen. Ik druk op page, hij gaat hem opslaan, ga naar Instagram story toe. We swipen omhoog en we hebben hem daar staan. En het enige wat je dan nog hoeft te doen is uploaden. Ik hoop dat jullie er iets van hebben geleerd en ik hoop dat jullie hem zeker gaan gebruiken. Want ik vind hem heel erg tof als je dat soort dingen kan gebruiken om je Instagram nog wat leuker eruit te laten zien. Ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze video. Vond je nou leuk, doe even dat duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren hier beneden natuurlijk, als je dat niet hebt gedaan. En dan zie ik jullie deze vrijdag alweer bij een nieuwe video. Later.